Hi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe kledingtas ketting video. Het is weer tijd en deze komt mij bekend voor. Deze heb ik eerder gehad en ik was al benieuwd of ik al een keer zeg maar het hele rondje door was, want ik doe het al best wel een tijdje. Alleen het zijn eigenlijk allemaal Jumbo tassen, dus ja, dan herken je het niet echt. Maar deze herken ik, want dit is een andere en deze heb ik eerder gehad. Dus ik ben heel benieuwd of er dan ook items in zitten die ik herken, want in principe zijn er echt meer dan 50 mensen ondertussen, dus eigenlijk zou alles nieuw moeten zijn. De vorige keer heb ik alles wat in mijn maat was aangetrokken en dat was jullie super goed bevallen. Dus ja, ik zeg dat ga ik gewoon weer doen, want het was mij ook goed bevallen. En daardoor kun je toch ook een beetje buiten je comfortzone kijken van oké, nou dat zou ik normaal nooit pakken, maar hoe staat het me eigenlijk? Ik zie kleur en dat vind ik leuk. Laten we even, nee ik ga hem toch op de grond zetten, want dit gaat niet werken. Het is echt een mega tas ook, hè. Beginnen bij dit kleurtje. Dit is van Vera Moda en dit is een M. Dit is een blouseje. Maar dan, ja, meer een tuniek heet het dan, geloof ik, hè. Met een soort van V-halsje. Beetje gekreukt wel, maar het voelt wel als linnen. Het ruikt wel weer vreemd. Had ik bij de vorige tas ook, terwijl ik dat daarvoor nooit had. Maar de laatste twee keer denk ik, niet zo prettig. Nou, er zit geen labeltje in, maar het is in ieder geval een dun stofje. Is het een jurkje? Nee, ik denk het niet. Oké, je moet even door de kreukels heen en dat is best een uitdaging. Want ook de hals zit al helemaal verkeerd door de kreukels. Het is geen jurkje, het is echt een tuniek, maar wel echt een lange. Ja, ik zou dit niet dragen. Ik zie mezelf dit niet dragen, ondanks dat ik de kleur best wel leuk vind. Maar ja, er zit gewoon weinig vorm in. Ja, ik word er gewoon echt niet blij van. Wat hebben we hier voor spannends? Die. Ja, ik denk wel dat ik dit pas. Dus weet je, je weet wat ik beloofd heb. Alles wat ik pas, trek ik aan. Is het een rok of een top? Top, toch? Ja, want er zitten van die dingen aan. Zit hij nou binnenstebuiten? Oh, dit laat los. Maar het zit volgens mij niet binnenstebuiten. Er zit niet echt een maat in. Er staat een eentje. Nou, ik trek het gewoon aan, jongens. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik weet gewoon niet. Ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik weet niet hoe dit bedoeld is. Ik begrijp het gewoon niet. Ja, als je Tinkerbell wil spelen met carnaval, dan begrijp ik het. Dan begrijp ik het. Maar hoe is dit bedoeld? Hoe hebben die mensen dit voor zich gezien? Want er zit ook echt nul taille in, omdat hij hier niet strak zit. Kijk, anders. Kijk, zo. Zo wordt het een soort van Tinkerbell. Maar ja, dan heb je dit dus en het schijnt weer volledig door. Dus dan had je dan die onderrok toch langer moeten maken. Want er zit hier wel een flutje. Nou, ik begrijp het gewoon niet. Ik begrijp het hele kledingstuk niet. Wat een raar ding. Dan hebben we hier Vera Moda M. Ja, ik heb het beloofd, maar ik weet nu al dat ik dit niks vind. Dit is niet mijn smaak, maar een M is een M. Ja, ik zei het al. Ik weet gewoon niet goed wat ik van die print vind. Ik voel daar helemaal niks voor. De mouwen zijn ook een beetje kort, zie je dat? Dus ja, verder is het een prima shirt, maar het is gewoon niet mijn stijl. Dit is een vestje. Oeh, dit is een leuk vestje. Dit is heel cute. En het is een S van Didi. Kijk nou die rafeltjes, roesjes. Ja, ik denk dat ik dit pas. Op het eerste gezicht vind ik hem heel leuk. Dat vind ik nog steeds. Alleen die dingen hebben wel een beetje de neiging om alle kanten op te gaan. En ik vraag me af of dat met de stomer is op te lossen. Want ik merk dat ik me daar een beetje aan stoor. Dat ik denk, ga gewoon allemaal zitten hoe je hoort te zitten. Maar ik vind het wel cute en de kleur staat me ook goed. Dus ik ga hem zeker even wassen en zelf stomen. Hij kan ook helemaal dicht hoor. Maar ik heb er nu even voor gekozen om dat niet te doen. Maar het
Kan eventueel wel, maar ik vind hem wel heel leuk. Dus ik ga hem zeker houden. En ik zou hem ook, en dat is voor mij altijd een beetje de maatstaaf, zeg ik elke keer. Ik zou hem ook morgen al aantrekken. Wat hebben we hier voor geks? Dit is een rok. Chill rok of zo. Only. Maat M. ik ga het passen, maar ik vind het echt vreselijk. Het ziet eruit als een pyjama. Het is ook een pyjama stofje. Maar ja, we gaan het zien. Ik ga hier niks over zeggen. Ik ga hier gewoon niks over zeggen. Dan hebben we hier een emmetje. In het groen. Een basic shirtje. Ik denk wel dat mijn voorganger maat M heeft. Want eigenlijk alles wat in de tas zit, dat pas ik gewoon. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht in eerste instantie, ja, het is best wel een basic shirt. En ik ben zelf wat meer van, ja, toch iets uitgesproken. Maar het is wel een heel leuk kleurtje, wat me wel heel goed staat, al zeg ik het zelf. Het is echt wel, het past heel goed bij me. En hij zit ook wel echt heel lekker. Hij zit ook heel mooi. Hij zit nu, kijk, hij kan echt nog een stuk langer. Dus ja, ik zie mezelf dit wel dragen, eigenlijk. Behalve dat hij nu niet zo prettig ruikt. Maar ja, ik wil hem toch wel graag houden. Ik vind hem toch, had ik niet gedacht, dus dat zie je maar weer. Maar het is echt een fijn shirtje. Hier hebben we ook een groene basic, maar dan een turtleneck. Die heb ik, letterlijk, in deze kleur. En dit is een Vera Moda M. Ik ga hem niet passen, omdat ik hem letterlijk al heb. In dezelfde kleur. Dus ja, dat gaat een beetje te ver. Wat is dit voor leuks gebreid? Oh, ik neem het terug. Wat een gek ding weer. Waar is dit van? Alex Paris. Ja, ik denk wel dat ik het pas, dus we gaan er maar weer voor. Het is zo'n mix aan stijlen. Ik ben helemaal de weg kwijt. Zou iemand het zelf gemaakt hebben? Dat vraag ik me af. Nou ja, ik weet het gewoon niet. Ik weet gewoon niet wat ik ermee moet. Ik weet niet precies hoe het bedoeld is. Het heeft wel iets, maar ik zie het toch mezelf niet dragen. Maar dit is een mooi jasje. Een M. Heel mooi. Suedine heet het, geloof ik, hè, als het nep is. Ik denk dat deze kleur mij ook goed gaat staan. Dit vind ik heel mooi. Het jasje is voor mij toch te klein. Het is wel een M, maar ik kan hem ten eerste eigenlijk al niet dicht krijgen. Dus daar gaat het al mis. Ik merk het bij de schouders en ook bij de armen. Dus hij valt gewoon klein. En dat zie je ook heel goed. Dus deze ga ik toch weer erin doen voor iemand anders. Wat is dit voor fascinerends? Ik ben wel elke keer weer helemaal verrast van wat gaat er nu weer uitkomen. H&M, maat 42. En het is een jumpsuit. Wel leuk. Maar ik heb geen maat 42. En de riem is eruit. Dus je kunt hem ook niet strakker maken. En ik zie zo al wel dat dit voor mij te groot gaat zijn. Maar wel een leuk pak. Tot nu toe komt echt ook niks me bekend voor. Volgens mij is alles nieuw. Hebben we een All About Eve jurk in een maat 40. Dus die ga ik passen. Ik ben heel benieuwd. Ik vind hem in eerste instantie een beetje saai. Klein beetje, maar misschien als je hem aan hebt, doet het wel heel wat. In eerste instantie vind ik hem echt wel leuk, maar hij is voor mij echt te kort. Kijk, ik kan hem voor de leuk wel op een lengte krijgen dat ik denk, nou, nu kan het. Maar als ik één keer een beetje beweeg of een beetje loop, ja, dan komen die billen er gewoon onderuit, hè. Ja, dus dat is jammer. Hij is gewoon te kort voor mij. Deze heb ik eerder gezien. Ja, deze zit er al een ronde in. Volgens mij. Oh, nou ga ik twijfelen. Of was dat zwart met stippen? En ik ben hem helemaal kwijt. Ik heb het helemaal in de war gemaakt. Wat heb ik nou gedaan? Oh, wat een... Nee. Ik word hier helemaal kriegel van. Ik ga dit weer terugstoppen. Wat is dit? Een broekje. Een XL. Wel echt een leuk broekje. Een linnen shortje. Ik heb de neiging om het te proberen omdat er een riem omheen zit. En ik vind hem niet heel groot lijken. Dus ik ga het gewoon doen.
ik ga het gewoon doen. Ik heb dit echt heel goed ingeschat. Want dit is echt... Ik zag dit al en toen dacht ik... Ja, maar ik heb ooit zo'n soort broekje gehad in het zwart. Wel echt jaren geleden. Superveel gedragen ook. En die zag er identiek uit. Ook qua zeg maar grootte. Nou, moet je kijken hoe vol die al zit bij mij aan de achterkant. Dat is echt... Dat valt als een M. Nou, moet ik zeggen dat ik qua broek ook wel eens een L heb. Maar het valt in ieder geval niet in een XL. En I like it. Ja, ik vind hem heel leuk. Zomers, lekker makkelijk broekje. Ik zie mezelf het helemaal dragen. Dan hebben we hier een maat 40. Is mijn maat. Oh. Maar er zitten wel vlekken op precies de hoogte van je poepgat. Zie je dat? Kun je dat zien? Weet ik niet of je dat ziet. Hier zo. Nou, ja, in het echt zie je hem beter. Nou, nee, dat ga ik ook niet proberen. Eigenlijk mag je die er dan dus uithalen, dus misschien ga ik dat ook wel doen. Dan hebben we een tuin. Rok, broek, tuin. Broekje. Een tuinbroekje. Wat cute. Ik heb nog nooit zoiets gehad. Van Janina. Maat 42. Ja, ik denk ook dat die voor mij te breed gaat zijn. Wel leuk. Wat hebben we dan? Dit is een shirt. Zwart, beetje raar stofje. Heel gek stofje. Pff, dit zijn ook die items die zo ruiken. Hele sterke geur zit eraan. Dit is een maat 42 ook. Ik denk dat ik nu ook bij een andere persoon aan ben gekomen. Want het zijn weer totaal andere items. Oeh, dit is een jumpsuit. Een heel mooi jumpsuit. Of is het een... Ja, het is een jumpsuit. Prachtig. Heb ik dit al aangehad? Dit doet me ergens ook een belletje rinkelen. Volgens mij was die voor mij te kort. Ik ga hem toch weer aantrekken, want ik vind hem wel heel leuk. Ik kan weer even zo 1, 2, 3 geen maat vinden. Wat doen veel mensen dat? De maatdingen eruit knippen. Ik doe dat zelf nooit. Mijn moeder... Ja, ik heb deze aangehad. Ik weet het zeker. Ik weet het zeker, jongens. Weten jullie het ook zeker? Hij was te kort volgens mij. Ja, ik ga hem toch aantrekken. Maar ik zie eigenlijk nu al dat hij te kort is. Maar doe het voor jullie. Omdat ik gewoon twijfel. Ik weet wel haast zeker ondertussen dat ik hem echt... bij de Bershka zelf gepast heb. Ik zit te twijfelen of het een culotte is. Of het niet zo bedoeld is. Of dat hij echt te kort is. Ik vind culotte echt een rare lengte. Maar ja, het werkt in ieder geval voor mij niet. Dit werkt ook al niet trouwens, die dingetjes hier. Daardoor maakt hij je heupen veel breder dan dat ze eigenlijk hoeven te zijn. Wel leuk, maar wel voor iemand die in ieder geval 10 centimeter korter is dan ik. Dan hebben we hier een basic zwarte top. Nou, die ga ik ook niet aanproberen, want daar heb ik er echt miljoenen van. Deze kleur staat mij zo niet. Oh, dit is ook een XL, dus wel cute. Cute met die mouwtjes. Ja, maar denk ik ook van Didi of zo. Zo ziet dat er wel uit. Oh, dit is cute. Wat is de voorkant? Dit is de voorkant. En het heeft een mouwtje wat hier strak zit. En het heeft bij je nek een roesje. Het is een maat M. Ja, deze vind ik wel weer leuk. Oké. Ja, de bovenkant voel ik wel. Ik vind dit cute. Ik vind de mouwtjes cute. Hij is alleen vrij lang en vrij... vormloos. Kijk hoor. Ik weet het niet. Ik vind hem wel leuk. En het is iets wat ik zelf nooit zou pakken. Maar ik vind het ook niet Sophie. Ik zie mezelf het niet uit de kast halen. Ik heb niet dat wat ik net zei van... Hoe, dit wil ik morgen aan. Dat heb ik niet. Dus... Terwijl de kleur vind ik leuk en hij staat me ook mooi. Misschien ligt het ook een beetje aan de mouwen of een beetje aan de schouders. Die lijken zo breed en ik heb best wel brede schouders. Dus ik ga het niet doen.
deze is toch precies hetzelfde als die zwarte. Ook daarvan heb ik het idee dat ik hem al eerder gezien heb. Bershka, maat L. Sorry, die andere moet haast dan ook wel van Bershka. Zou ik hem zelf bij de Bershka aan hebben gehad? Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, Bershka is eigenlijk altijd te kort voor mij. Dus ja, ik verwacht deze ook. Jullie waren natuurlijk al voorbereid op de teleurstelling. Ik vind het minder storend dan bij die andere, gek genoeg. Ligt ook wel een beetje aan de sokken natuurlijk. Dat helpt ook niet. Nee ja, wie deze lengte broek heeft uitgevonden. Want dit werkt gewoon niet. Het werkt echt niet. Ik zou hem haast af willen knippen, maar dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Wat hebben we hier voor leuks? Dit is mooi. Pooh & Bear, maat L. Oh, wat een prachtig jumpsuit. Ja, je voelt het aan. Het zal wel weer te kort zijn. Maar wat ik ook zo leuk vind, hij heeft een open ruggetje ook. Nou, dat klinkt heel... Dat klinkt als een baby met een open ruggetje. Dus zo bedoelde ik het niet. Hij heeft een open rug. Dat klinkt beter, sorry. Die ga ik ook aanproberen. Bij dit soort items kom ik er weer achter hoe erg uit verhouding mijn benen zijn. Want het is gewoon echt te kort. En ik denk niet dat het zo bedoeld is. Ik denk dat die gewoon wel echt lang hoort te zijn. Maar mijn benen zijn gewoon gemiddeld 10 centimeter langer dan een normale Pool & Bear of een normale Bershka. Dit zijn merken die kan ik eigenlijk gewoon niet aan. Dat gaat gewoon niet. Dus ja, dit deel is heel leuk. Maar verder, ik stoor me daaraan. Ik vind het een hele rare lengte. Dus helaas, maar iemand anders gaat hier heel blij van worden, denk ik. Deze heb ik toch ook al eerder gezien, volgens mij. Denk ik. Ja, ik weet het niet. Ja, nee. Dit ga ik ook even aan me voorbij laten gaan. De stapel van passen wordt ook echt zo mega. En voor jullie knippen plak ik het allemaal achter elkaar. Maar in real life doe ik het één voor één. Pak ik eerst de tas uit en maak ik dan de aanbeelden. Dit is een leuk jurkje. By Yonk Collection. En het is een maat M. Cute. Ja, ik vind hem ook cute. Ik vind het wel een cutie. En de lengte is goed. En er zitten zakken in. Maar de kleur is voor mij eigenlijk niet goed. En ik wil daar langzaam maar steeds meer op gaan letten. En steeds meer, want ik ben iemand die heel erg van kleur houdt. Maar ik denk dat het nog beter zou worden als ik mijn kast nog specifieker ga toespitsen op kleuren die me ook echt goed staan. En dit maakt mij gewoon heel bleek. De felle kleuren doen het beter bij mij. Dus dat is jammer. Het is ook wel een beetje nonchalant of zo. Een klein beetje, lijkt een beetje naar pyjama vibes. Dus het is wel meer een ik hang thuis chill jurkje, maar ik ga hem toch terug doen. Wat een gek stofje. En wat een gek patroontje. Een rits aan de achterkant. Ik heb zoveel vragen bij dit soort dingen. Ja, zo zie je maar weer hoe smaakgevoelig kleding is. En hoe leuk dat eigenlijk ook is. Anders zouden we allemaal in hetzelfde lopen. Maar ja, ik kan weer geen maat vinden gewoon. Nee jongens, ik ga dit niet aantrekken. Ik denk dat hij te groot is en ik vind het gewoon echt verschrikkelijk. Even kijken hoor, deze heb ik ook al eerder gezien. Nu komen er toch wel een paar dingen waarvan ik echt bijna zeker weet dat ik ze wel eens eerder heb gezien. Deze. Er zit weer geen maat in, maar ik kan zo wel zien dat het voor mij te groot gaat zijn. Dus die leggen we op deze stapel. Het is bijna de helft van het tasje hoor, ik moet passen. En ik ben echt nog niet aan het einde. Hier hebben we een Tramontana jurk. Ja, echt een winterse jurk. Maar ook niet mijn maat. Dit is een, wat ben jij? Oh, jij hoort aan de achterkant, zo.
Een jurk. Nee, een top. Een korte jurk, een tuniek. Een jurk. Ja, een jurk. Maar het is een maat S. En een hele korte. Daar gaan mijn billen onderuit komen. Dan hebben we nog een mooi paars kleurtje. In de maat XL. Een top. Met aan de onderkant kun je dan zo'n knoop erin leggen. Dit is ook een schattig printje. Dit is een XL. Wel een leuk printje, dat wel. En dan hebben we last but not least. Hoe zit jij? Hoe hoor jij? Wat ben jij? Je bent van Jessica Sena. Heel cute. Een jurkje. Waarom staat er nou weer geen maat op? Wat een ellende. Nou, ja jongens, dit wordt gewoon weer passen, want er zit geen maat. Maar het ziet er wel klein uit en aan de zijkant zit een... hier heb ik nog wat. Maat 36. Ja, dat had ik dus redelijk ingeschat. Ik ga hem passen, maar ik vrees ervoor. Nou, wat is dit nog een cadeautje op het laatst. Die touwtjes, dat weet ik even niet. Moet dat als een strik hier op de achterkant? Is het zo bedoeld? Weet ik even niet. Maar die hebben in ieder geval, ja dat denk ik. Die hebben verder weinig functie. Maar ik krijg hem gewoon heel mooi dicht. En hij zit ook niet te strak. Hij omlijst heel mooi. En hij loopt in een soort van driehoeksvorm punt naar beneden. Waardoor hij ook echt mooi lang is. Maar ik vind hem heel leuk. Ik vind het echt een cadeautje zo op het laatst. Nou, ik vind het echt heel leuk dat ik er 4 items uit kan halen. Want dat is echt lang geleden. De laatste tijd heb ik er niks meer uitgehaald. Ik heb dus het basic shirt, het groene vestje, het blauwe broekje en het rode jurkje. Ik ga het lekker in de was gooien. Ik heb de afgelopen tijd ook een paar dingen zelf klaargelegd die ik er graag in wilde doen. Die ga ik even bijpakken. Snel die kast weer dicht, want niet best. Oké, ik heb een topje. Deze heb ik tweedehands gekocht, maar die kleur. En ik dacht als ik eenmaal bruin ben, dan kom ik er wel mee weg. Maar ik kom er echt niet mee weg. Ik vind hem heel leuk, maar de kleur staat me gewoon niet. 2 sportbroeken. Ik heb er wel eens eerder ook zelf sportbroek uitgehaald. Dus ik dacht, nou dat mag dus wel. En het zijn Nike-broeken. Het zijn hele fijne broeken. Alleen ik draag ze gewoon niet. Het is ook denk ik een beetje omdat ze hebben een dunne band. En ik heb liever een sportbroek met een dikke band. Dus die ga ik erin doen. En ik heb ook nog een zwart-witte. Deze. Die ga ik er ook in doen. En dan heb ik nog een jasje. Oh, dat is een beige. Is van Shein. Veel gedragen. Maar nu gewoon niet meer. Dus dan maak ik er liever iemand anders blij mee. En nog een vestje. Een zwart vestje. Ook tweedehands gekocht bij de 1 euro kringloop. Denk 2 jaar geleden of zo. Maar die draag ik nu gewoon niet meer. En ik heb hier ook nog een Shein. Nee, een Divided top. Ja, Divided top. Groen, lange mouwen. Die ga ik er ook in doen. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat ik eruit heb gehaald en wat ik erin heb gestopt. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.